Vanaf de allereerste minuut wordt Ventspils teruggedrongen en de grootste kans in de eerste helft is voor Michal Papadopoulos. Maar de Tsjech schiet van dichtbij over. 0-0 is de ruststand, maar dat zou in de tweede helft veranderen. En hoe? Elm kopt de ingooi van Popov door en Mika Vairinen tikt de 1-0 binnen in de 55ste minuut. De Fin stond voor het eerst in de basis sinds de terugkeer van zijn zware blessure. 2 minuten later, Elm naar Berends. Berends met de actie. Elm is doorgelopen en de Zweed kopt de 2-0 achter doelman Chesnovski. En zo neemt Heerenveen, dat zo moeizaam tot scoren komt dit seizoen, in korte tijd afstand van Ventspils. Ondertussen is Hertha in hun thuiswedstrijd tegen Sporting aan de leiding gekomen en doet de overwinning van Heerenveen tegen de Letten er niet zoveel meer toe. Maar hij krijgt nog wel glans. Invaller Gerald Sibon maakt er na 76 minuten 3-0 van op aangeven van Roy Berends. Berends speelde goed. En hier is een andere invaller, Tarik El Younoussi. Met de actie, het aangeven op Sibon en zo is het 4-0. En gaat Heerenveen een ruime zege boeken op Ventspils. Een zege die dus niet meer zal baten. Er komt nog wel een slotakkoord. Daryl Janmaat naar Elm, Elm naar Berends. Janmaat loopt door, wordt bediend door Berends. En Janmaat bepaalt de eindstand op 5-0 voor Heerenveen. Een mooie overwinning, maar overwintering zit er niet in.